Een mooi initiatief daar in Arnhem. Wie weet een voorbeeld voor velen. Wij gaan naar de Belgen, want daar is ons koningspaar op bezoek. Maar die zijn daar niet alleen. Zo'n pracht en praal, dat hoort er allemaal bij zo'n staatsbezoek. Maar het gaat natuurlijk ook om de centjes, om de handel. Daarom is minister van Economische Zaken Mickey Adriaensens met ons koningspaar meegereisd met een aantal bedrijven. En zeg je Antwerpen, dan zeg je al snel de haven. Op de Belgisch-Nederlandse Havendag ontmoet Mickey Adriaensens haar Belgische collega's om te spreken over de uitdagingen waar onze havens mee kampen. Denk aan drugscriminaliteit, denk aan mogelijke spionage, maar ook aan verduurzaming. Daar ga ik een akkoord tekenen om te zorgen dat we CO2 over en weer tussen België en Nederland kunnen transporteren. En dan zult u zich afvragen van hoe belangrijk is dat nou? Nou, we werken allemaal aan een schone toekomst. België werkt eraan, Nederland werkt eraan. We willen minder uitstoot van CO2, we willen een schoon land om in te leven. En dan moeten we een heel nieuw energiesysteem verbouwen. En daar hebben we deze afspraak heel hard bij nodig. Want dat nieuwe energiesysteem dat gaat ons helpen om schoon te produceren. Maar dat gaat ons ook helpen om onze economie gezond te houden. Ja, dit gaat dus over het energiesysteem in de havens. Maar jij focust je natuurlijk op die criminaliteit in de havens. Wat zou je haar mee willen geven, de minister? Ja, praat daar ook over hoe je een haven veiliger gaat krijgen ten aanzien van die drugscriminaliteit. Maar ook ten aanzien van spionage, sabotage. Cybercrime, cyberweerbaarheid eigenlijk omhoog krijgen. Want dat is ook van invloed op de economie. Als een haven plat ligt, dan gaat de economie ook vrij snel plat liggen. Ja, en dan doe je op plat liggen door aanvallen via cyber. Ja, onder andere. Kijk, drugscriminaliteit, die heeft de haven nodig. Mm-hmm. Dus dat wordt gebruikt, wordt ingeschakeld. Maar uitschakeling door dit soort aanvallen, dat is wel echt zorgwekkend. Ja. Later in de uitzending gaan we er verder over praten.